Een hele goede avond. Leuk dat je kijkt. Ik ben nu bij de Akkerdijkse Plassen aan het genieten van de rust die je hier kunt vinden. Het is zo fantastisch. Die eindeloze landschappen. En helemaal verderop zie je dan wel de gebouwen staan in Rotterdam. Maar dat stoort niet echt in het landschap vanaf deze positie. Daar zie je ook wat lampjes branden op de torens voor de vliegtuigen wanneer die aankomen bij Rotterdam Airport. Maar daarvoor zit ik niet. Tenminste niet meteen. Want we gaan eerst de zonsondergang fotograferen. Je ziet dat er een hele pak wolken aanwezig is. Maar dan heb je zo'n mooie oranje gloed langs die rand van die wolkenpartijen. Dus wij gaan die foto maken. Ik zet een grote lens erop, zodat we vanaf grote afstand de foto kunnen maken met een langere sluittijd. Om er zo voor te zorgen dat wij zo neutraal mogelijk blijven qua ISO-waarde. Waardoor de ruis in de foto minder is. Want wanneer je een foto maakt die wat donkerder is en je gaat hem oplichten, krijg je ook ruis. Maar dan valt het nog redelijk mee. Ik denk dat ik hem moet belichten tot 2 grote stops boven het neutrale. Dan zou ik zeggen, laten we een positie bepalen en dan heel snel de foto maken voor het moment voorbij is. Leuk, ik heb zin. De zonsondergang is lekker bezig, ofwel in volle gang. Nu leek het mij heel gaaf om een foto te maken waarbij je echt de lijnen van het landschap zag. Nu is dat op sommige plekken waar veel gras is moeilijk te zien. Maar gelukkig hebben wij hier een sloot wat helemaal door naar achter loopt. En precies daar zo is de zonsondergang in volle gang. En het leuke is dat hoe langer je kijkt, hoe meer je aan de linkerkant gaat zien. Nu moet ik wel de foto gaan maken, maar ik wil wel even wachten tot het volledig aan de gang is. Aan die kant. Want ik denk dat het ook wel eens hele mooie beelden zou kunnen opleveren als er een hele strook zichtbaar is. Ik heb, omdat er ook hele grijze lucht is, gekozen om die eruit te laten. En dan echt meer te focussen op die roze bloemen in beeld. Natuurmonumenten. Ik denk dat we ze allemaal wel kennen. Deze Akkerdijkse plassen worden daardoor heel goed onderhouden. 2 keer per jaar komt er een hele grote beurt voor de hele omgeving. En dan gaan ze alles hooien om kleurverschil te krijgen. Maar daardoor wordt de grond ook anders. En dat heeft als groot voordeel dat er verschillende soorten planten en bloemen bloeien. En dat er dus ook heel veel verschillende insecten op afkomen. Wat goed is voor de vlinders, voor de bijen en voor andere insecten. Dus eten genoeg voor de dieren die hier naartoe komen vliegen. En de zonsondergang is trouwens nu wel bijna voorbij. Hoewel die net even heel mooi aan de zijkant van deze brug scheen. Hier verderop heb je natuurlijk het gedeelte richting Rotterdam Airport. Nu leek me het leuk om de omgeving te combineren met die gebouwen daar verderop. Dan maak ik daarna een foto van de lucht, maar dan echt puur van de lucht. Want normaal gesproken pak ik een landschap bij, ook hartstikke mooi natuurlijk. Maar het is nog mooier wanneer je gewoon even de aandacht geeft aan de wolkenpartijen. Dus we gaan nu even 2 foto's maken en die komen nu in beeld. Je moet
moet zeggen, dames en heren, dat ik niet ontevreden ben over de foto's. Over de wolkenpartijen met de zonsondergang, puurder de wolken, was ik redelijk tevreden over. Alleen denk dat ik het nog een keer ga overmaken, omdat ik denk dat ik er nu nog betere foto uit kan halen. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, graag tot de volgende keer en see you later. Thank you.